Vlaanderen heeft op dit moment een paar heel grote uitdagingen. Eigenlijk een combinatie van verschillende uitdagingen. Eerst en vooral, we hebben meer aanbod van woningen nodig. Maar we moeten dat doen op minder plaats. We moeten dat doen met materialen die circulair zijn. We moeten dat energie-neutraal doen en klimaatefficiënt. En ga zo maar verder. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij in Vlaanderen eigenlijk veel meer opportuniteiten hebben dan problemen. We hebben ondernemerschap, we hebben een overheid die wil meedenken. We hebben een markt die zeer goed draait op dit moment. Dus als we de handen in elkaar slaan, als we overal iedereen zijn inbreng laten hebben, ben ik ervan overtuigd dat we al die problemen, al die uitdagingen aankunnen en dat we zeker een goede crisis niet verloren laten gaan, maar er een opportuniteit van maken voor de toekomst.